Hallo allemaal, super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog op mijn kanaal. Ik ben Oralie en vandaag neem ik jullie mee in mijn dag. Ik ben daarna naar school geweest. Het is inmiddels ook al bijna 3 uur, denk ik, of 2:30. En ik was naar school. Ik zat op school tot 10:50. Maar ik ga dus zometeen even naar het centrum, omdat ik nog iets moet gaan halen. En ik ga dan ook mijn bestelling op de post doen, want dat moet ook gebeuren. En ik heb een pakketje binnengekregen, dus die ga ik zelfs unboxen samen met jullie. En daarna ga ik leren, want ik heb morgen 2 toetsen opstaan. En ik was er wel aan begonnen in het weekend. Maar ik moet dat nu nog even verder leren, want ik heb morgen een toets van geschiedenis en fysica. En ja, dus dan moet ik even nog doen. Maar ik ga dus nu naar het centrum. Terug thuis en het hele leuke pakketje kwam aan. Maar kijk hoe groot dat af is. Dit is mijn hoofd. Kijk, dit is zo groot. En normaal zit er een kralenbord in. Maar ik heb het gevoel dat hij eigenlijk mega groot is. Want dan ziet er zo groot uit. Maar ik weet het niet. Het komt trouwens van bol.com. Zoals jullie kunnen zien, komt het van bol.com. En ik zal weer het linkje van het kralenbord hier in de beschrijving zetten. Maar ik ga het dus nu open doen. Dus kijk hoe ik het open doe. Dus hier is zo'n lintje en daar ga ik aan trekken. Oké. Oeh, dat ziet er kei leuk uit. Oké, zo ziet dat eruit. En ja, die is echt groot. Kijk. Dit kralenbord komt trouwens ook van Beauty Beat. Net als die kralenbox. Hier de video, als jullie die nog niet hebben gezien. Maar dit is het kralenbord. Ik zal hier eventjes uithalen. Het kralenbord is 33 op 23 centimeter. Dus dat is echt best wel groot. Oké, dus hier is een kaartje van Beauty Beats over het kralenbord. Heel leuk. En hier is het kralenbord zelf. Oh my god, die is wel leuk. En ik ga het plastic er even van afhalen. Ah ja, dat is het handige wat ik ook aan het kralenbord vond. Want kijk, als je een sieraad aan het maken bent. Dus hier is het kralenbord. En die is echt heel leuk. Dus hier kan ik dan sieraad opmaken. Want ik heb ook zo dat roze kralenbord. Maar die is niet zo... Volgens mij gaat die maar tot 20 centimeter of zo. En deze gaat tot 25. Maar dus wat ik wilde zeggen, wat super handig is. Dus je kan hier dan kraaltjes in doen. En hier je sieraad op krijgen. Maar stel je voor... Je sieraad is nog niet af en je wil even stoppen. Dan kan je gewoon dit ding terug opzetten, het plastiek. Zo, dan kan je gewoon terug inklikken. Als het goed is. En dan kunnen de kraaltjes van je sieraadbord niet losgaan. Dus als ik dat dan prongs op zijn kop zou leggen, wat niet echt verstandig is. Maar dan kunnen die kraaltjes dus niet weg, waardoor je sieraad gewoon heel blijft. En wanneer je dan terug wil werken, dan kan je het terug open doen en dan kan je terug aan werken. Dus dat vind ik het handige aan het sieradenbord. Vandaar dat ik het ook heel leuk vond toen ze het opstelden. Dus hier ben ik echt, echt heel blij mee. Het bord komt dus van dit account beautybeats.nl. En het linkje komt hier weer ook in de beschrijving. Echt zo leuk. En ik zal het ook eens zeker uittesten met jullie of dat echt zo werkt. Want zo heb ik dat ook gezien op mijn Instagram account. Maar ik denk wel dat het werkt. Dus ja, toppie! Dan ga ik nu leren voor fysica en geschiedenis. En ik heb er totaal geen zin in, want ik haat het eigenlijk zwaar om te leren. Maar als ik een goede toets heb, ben ik dan weer heel blij. Dus ik ga dan zo meteen leren en dan wil ik zelfs ook een milkshake maken, want daar heb ik echt heel veel zin in. Dus ik denk dat ik dat nu ga doen. Ik was van plan om een milkshake te maken, maar ik ga toch een ijsje maken. En ik ga jullie meenemen hoe ik mijn ijsje maak. Vandaar deze voice recorder. Allereerst pak ik gewoon vanille-ijs, want dat is super lekker. Nadat ik het vanille-ijs in mijn kom had gedaan, nam ik een paar Oreo-koekjes, of Oreo-koekjes, hoe je het ook wil noemen, en verkruimel ik ze in wat kleinere stukjes, want dat is super lekker. En ik wil ook graag een Oreo-ijsje eten, want ik vind Oreo-koekjes zo, zo lekker. Oké, ik heb dus net het lekker ijsje gemaakt. Ik was dus eerst van plan om een milkshake te maken, maar had ik toch niet zoveel goesting in. Dus ik kwam op het idee om een ijsje te maken. Dus ga ik nu dat ijsje eten en ga ik verder leren. En terwijl ik mijn ijsje eet, ga ik deze nieuwe aflevering kijken van Vloglab. Dat is echt zo'n leuke serie. Dus als jullie die serie nog niet kennen, je moet je zeker gaan kijken op VTM Go. Want die is zo, zo leuk. I love it. Het gaat gewoon... Ja, ik kan niet uitleggen over wat het gaat, want je moet eigenlijk volgen vanaf seizoen 1, anders begrijp je het vaak niet zo goed. Maar ik ga dus nu deze serie bekijken.
Het is alweer de volgende dag. Ik had gisteren niet meer zo heel veel gefilmd. Maar ik ben dus net terug van thuis. Van school, oei. En ik ga een heel lekker uurtje nemen. Namelijk deze Oreo koekjes. En ik denk, ja, heel lekker denk ik. Gaan ze proeven. Oké, dus dit zijn die Oreo koekjes. Die noemen Golden Oreo. En dat is eigenlijk gewoon hetzelfde, maar dan met een wit koekje. Dus eigenlijk is het helemaal niet hetzelfde. Dus eigenlijk is dat gewoon zo een geel koekje met witte vulling erin. En ik denk dat de gewone Oreo's het lekkerste blijven. Maar we gaan ze gewoon lekker proeven. Laten we het proeven. Ik wil eigenlijk ook nog eens in zo'n video maken met allemaal verschillende Oreo dingen. Want je hebt ook zo met aardbei, met brownie en zo van die dingen. Dus als jullie het leuk lijkt als ik een video ga doen waar ik allemaal verschillende Oreo koekjes test, let me know in de reacties. Oké, dus kijk, zo zien ze eruit. Ze zien er wel lekker uit. Oké, we gaan het proeven. Het is wel lekker, maar het smaakt echt niet naar Oreo, want kijk hem. Die zwarte, ja, niet zwarte koekjes, ja, dat, wat er normaal rond zit, die bruine koekjes, of zwart, of wat het ook is. Dat smaakt zo naar chocola. En dit smaakt zo naar Petit Beurre koek, waardoor dat helemaal niet hetzelfde smaakt. Maar die is wel lekker. Maar de gewone Oreo's blijven gewoon echt de beste. Dus willen jullie een video zien waar ik allemaal verschillende Oreo koekjes uittest? Let me know in de reacties. Dit was dan de uittestvideo van de Oreo koekjes. En ik heb nu... Eigenlijk heb ik geen flauw idee wat ik nu ga doen. Waarschijnlijk wel een beetje chillen, YouTube kijken of zo. Want morgen heb ik toch geen toetsen. Maar ik kom misschien wel nog iets doen voor school. Ik moet even kijken. De Oreo koekjes zijn zeker geslaagd. Ik zou ze een 8 op 10 geven, want ze zijn echt wel lekker. En ik heb ook deze heel leuke kaartjes binnengekregen. Ik had ze gekocht bij iemand. En het zijn gewoon kaartjes van 5. Kijk, het zijn er echt heel veel. Want ik heb met best wel veel mensen. Kijk hoeveel het er zijn. Oké, dit is echt heel nutteloze informatie. Maar ik ben gewoon blij dat ik naar deze 5 kan gaan. Kijk, dit is deze 5. Aspination. En die is 7 mei. En ik ga er zeker aanwezig zijn, want ik heb echt nog eens zin om naar een 5 te gaan. De laatste keer dat ik naar een 5 was gegaan... Of de laatste keer dat ik naar een 5 ben gegaan was in september, 18 september. En dat was weer my way, dus... Ja. En ik heb trouwens mijn punten teruggekregen van die toetsen van vandaag, waar ik dus voor moest leren. Maar bij fysica, ik was dus bezig met mijn toetsen. Ik was die aan het maken. En het ging een brandalarm af, dus we moesten naar buiten gaan. En toen we terugkwamen hadden we geen tijd meer voor onze toets. Dus toen kregen we die toets als taak. En dan kregen we volgende week een nieuwe toets. Dus die taak gaat dan op 10 punten. En als ik dan alles goed heb, heb ik gewoon 10 op 10. En dan volgende week een nieuwe toets. Dus dan moet ik er weer eigenlijk opnieuw voor leren. Maar het meeste kende ik al. Of ja, het meeste ken ik dan nog. Omdat ik dat alles geleerd heb. En op geschiedenis. Dat was zo over barok en renaissance. Ik vond dat echt wel moeilijk. Daar heb ik iets in de 60% op. 65% of zo. Dus ik ben er zeker blij mee. Ook al is het niet een mega goed cijfer. 65%. Maar... beter dan een buis. Dus ik ben er echt wel blij mee. En nu, ik weet echt niet wat ik ga doen. Ik heb echt geen inspiratie. We zijn alweer zaterdag. Ik heb gisteren helemaal niks gefilmd. Eigenlijk best wel erg. Maar vandaag ben ik aan het shoppen. Ik heb heel wat kledingstukken gekocht, vooral shortjes. Omdat ik dat zeker nodig heb voor in de zomer. Maar hier wil ik zeker nog een aparte video over maken van een shopblog. En dan heb ik ook nog wat andere spulletjes gekocht. En ik wil dan ook dat bord gaan uittesten. Wat ik in het begin van de video heb gezegd. Of ja, wat ik in het begin van de video een box, dat wil ik gaan uittesten. Dus dat wil ik dan samen met die shoplog doen. En gisteren ben ik dus naar de kermis geweest, maar ik heb niks gefilmd. Het was er ook niet heel lang. Ik zet jullie even hier, want dat is makkelijker. Maar ik ben dus naar de kermis geweest en het was echt mega, mega leuk. We hebben deze attractie gedaan. De G-Force. Ik denk wel dat de meeste van jullie die kennen, zo die attractie, die gaat zo op zijn kop. Hè? Dus die is zo hoog. En ik dacht eerst dat die super eng was, want die leek ook gewoon zo eng, omdat dat heel hoog is. Maar toen ik erin zat, vond ik het echt een hele leuke attractie. Dus ik zou jullie die zeker aanraden. En er komt nu ook even een filmpje in beeld van de attractie. Dus zo zag de attractie eruit en die was echt heel leuk. Dan heb ik ook nog heel wat TikTokjes gemaakt. Maar die kunnen jullie allemaal zien op mijn TikTok-account. Dit is mijn TikTok-account. En
ja, voor de rest heb ik gisteren niet meer heel veel gedaan. Het was wel heel leuk en gezellig. En dan morgen ga ik waarschijnlijk weer naar de kermis, want dat is gewoon zo leuk. Dus ja. Maar dan denk ik dat dit ongeveer de video was. Ik heb niet meer veel te vertellen. Het was echt wel... Ja, het was niet een superleuke week, maar ik vond gewoon gisteren echt een heel leuke dag. We hadden zoveel leuke dingen gedaan. En dat maakte gewoon echt mijn dag helemaal compleet. Want voor de meeste mensen die me kennen, ik haat echt school. Ik vind dat echt niet leuk. Ik weet niet. Ik vind het echt gewoon zo saai. Altijd zo gewoon moeten opletten en zo. Dus ja, vandaar dat ik het gisteren echt gewoon heel leuk vond. Dat was gewoon even iets heel anders dan school. Gewoon even laten gaan. En dan gewoon plezier maken. Dus het was echt een topdag. Maar dan was dit de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie het een heel leuke vlog vonden. / video. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie binnenkort weer terug. Doei!